Hi iedereen, een tijdje geleden, volgens mij was het in onze Action Shoplog, had ik van die boxing braids in mijn haar. Of eigenlijk was dat de faux boxing braids. En heel veel van jullie vroegen daar ook een tutorial voor. Dus dat is wat we in deze video vandaag gaan doen. Invlechten, wij zijn gewoon niet heel erg handig met haar. En ik weet dat je iets kan leren, er staan 10.000 tutorials op internet, op YouTube. Maar... ja, daar hebben we eigenlijk gewoon geen tijd voor. Nee. En nobody got time for that. Inderdaad. En ik was ook wel heel erg benieuwd hoe je dat nou kon creëren. Ik weet het namelijk ook niet. En wat Larissa dus nu gaat doen in deze video is... gaat het op mijn haar de boxing braids laten zien, de tutorial. Ja, het is gewoon een hele makkelijke methode om toch die look te creëren van de boxing braids. Maar veel makkelijker... waarschijnlijk ook veel sneller. Dus dat kan je dan ook doen als je gewoon een beetje haast hebt. Bijvoorbeeld voordat je naar je werk gaat of naar school. Wat dan ook. En we gaan jullie laten zien hoe je dat doet in deze video. Dus blijf vooral kijken. Voor deze boxing braids gebruik ik een aantal dingetjes. Ik heb hier een aantal elastiekjes. Ik heb hier hele dunne elastiekjes. Want hoe dunner, hoe kleiner de elastiekjes, hoe soms wel mooier het is eigenlijk. Want dan zie je ze wat minder goed. Ik heb ook wat bobbypins. Bobbypins, ja. Verder heb ik hier ook nog zulke elastiekjes. Dit zijn van die rubberen elastiekjes. Die blijven heel goed zitten. Dat is ook wel heel erg fijn. Ik gebruik verder ook een puntkam. En om de boxing braids af te maken, vond ik het wel heel erg leuk om van deze haarringetjes toe te voegen. En deze komen bij de Claire's vandaan. Ik heb ze volgens mij vorig jaar gekocht. Dus ik weet niet zeker of je ze nog daar kan vinden. Dus dat vond ik net wat stoerder maken. En dat is waar we van houden. Dus deze maken het wel helemaal af, vind ik. Nou, zoals je kan zien heeft Tara al een scheiding. Maar hij is niet heel erg recht en scherp. Dus dat gaan we nog eventjes opnieuw maken. En daarvoor gebruiken we dus die puntkam. Volgens mij is het niet super recht. Maar anders ga je een hele gekke bobbels krijgen. En dat is natuurlijk ook niet handig. En deze ga je gewoon helemaal naar de achterkant doortrekken. Want we maken natuurlijk twee vlechten zo meteen. Nou, voor de makkelijkheid zet ik eventjes één kant van Tara's haar even vast. Zodat ik dat straks niet per ongeluk ga meenemen. Nou, wat ik dus zo heel erg lastig vind is het invlechten. Normaal begin je dus hiermee en dan ga je het vlechten. Maar dat is dus echt een stukje wat ik heel erg moeilijk vind. Dus hoe we dat gaan faken is op deze manier. Ik pak gewoon hiervoor een plukje. Wat we gaan doen is in plaats van dit vlechten gaan we draaien. Dus ik pak er nog een plukje eronder vast. En die draai ik. En deze ook weer. Maar je pakt dus elke keer hier aan deze kant van het haar, van het hoofd, pak je gewoon wat extra haar vast. Zodat je dat dus kan gaan draaien. En probeer het zo strak mogelijk te draaien. Want als we het straks gaan vastzetten met een elastiekje, dan gaat de strakheid weer een beetje eruit. En dan wordt hij wat losser. Dus hoe strakker je hem nu kan maken, hoe beter. Dan heb ik hem hier. Dan zet ik even het elastiek erin. En dan ga ik heel strak eromheen knopen. En zoals je nu kan zien, heeft ze nu een hele mooie rand hier. En normaal is dit dus gevlochten, maar nu is het gedraaid. Maar het lijkt eigenlijk, als je snel kijkt, gewoon echt alsof het is gevlochten. En wat we met dit gaan doen, is gewoon heel makkelijk en simpel vlechten. Gewoon de normale vlecht. En dat is iets wat ik nog wel kan. En het mooiste is nu om hem zo klein mogelijk en simpel mogelijk elastiekje te pakken. En omdat ik dus een groter elastiek gebruik, vind ik het wel grappig om deze... een beetje verdeeld over het haar erin te draaien. Als je wil kan je hem dus zo houden. Maar ik vind het altijd wel heel leuk om gewoon een vlecht wat meer uit elkaar te trekken. En wat meer messy te maken. Oelala. Kijk, en dat zorgt er ook voor dat je je vlecht wat breder kan maken. Dus mocht je zeg maar niet zoveel haar hebben of best wel dun haar hebben. Dan kan je door te uittrekken er ook voor zorgen dat het net lijkt alsof je wat meer en wat voller haar hebt. En ik ga uiteraard nu ook de andere kant maken. Zoals je kan zien heb ik nu beide kanten gedaan. En je kan hem echt zo laten. Dat is net wat netter. Ondanks dat we de vlecht natuurlijk wel wat stoer hebben gemaakt. Maar ik vind het wel zo mooi om hier bovenop wat iets meer volume te maken. Want daar is het nog een klein beetje plat. Dus wat je doet is gewoon heel simpel een beetje zo trekken. Zodat het weer wat losser komt te zitten. Dat zorgt ervoor dat je niet zo'n heel plat kopje krijgt. Ik kan het ook een beetje zo masseren. Dan trek je het ook een beetje eruit. Zie je? Maakt echt een groot verschil. Ik ben niet meer zo'n klein hoofdje.
Ik heb geen klein hoofd hoor, maar ik snap wat je bedoelt. Vinden we hem zo beter? Ja. Nou, mocht je iets hebben van ik heb toch te veel eruit gehaald, dan kun je altijd natuurlijk nog van die bobbypins pakken om het weer wat strakker te zetten. Maar met zo'n haarstijl is het misschien sowieso wel heel makkelijk om gewoon die dag wat bobbypins in je tas mee te nemen. Voor als het gedurende een beetje, de dag, ja, loslaat, gedurende de dag ja. loslaat. Dus dat is altijd wel handig. Nou, om de boxing braids af te maken heb ik dus nog deze leuke haarpiercings. En die ga ik gewoon in de vlecht toevoegen. En het staat gewoon heel erg leuk. Je ziet een klein beetje een soort van glansje van het goud of van de zilver als je die hebt. En dan is het net een beetje van, goh, wat zit erin? En het staat ook wel echt heel erg leuk. Je kan ze gewoon echt super makkelijk erin haken door gewoon de ringetjes open te buigen en daarna weer dicht te buigen. En dan blijven ze ook gewoon echt heel erg goed zitten. En dan gaan we uiteraard ook de andere kant doen. Matching! Oh, het schrok hem echt veel te hard uit. Zo, nou daar zijn we weer. Ik heb ook eventjes deze full boxing braids bij mezelf aangebracht, gemaakt. Ik weet niet zo goed hoe ik dat al moet zeggen. Het is allemaal maar nieuw voor ons, deze hair tutorials. Maar ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe je deze dus maakt. Het is echt heel erg makkelijk. Je kan het ook gewoon bij een ander, dus bij je zusje of je vriendinnetje of wie dan ook maken. Het is ook heel erg leuk om te doen. Nou, ik vind het wel heel erg leuk staan. Het staat best wel stoer, ondanks dat het gewoon vlechtjes zijn. En normaal gesproken draag ik mijn haar ook eigenlijk altijd vast. Terwijl het eigenlijk juist wel lekker is om het een keertje uit mijn nek te hebben. Dus ik vind het wel een hele leuke manier om dat te doen. Het is gewoon lekker luchtig. Met festivals is het misschien ook wel heel erg haalbaar. Ja. Het liefst als jij het natuurlijk bij mij doet. Vind ik wel het meest chill. We hopen dat jullie het leuk vonden om deze tutorial te zien. Zo ja, laat even een comment achter wat je ervan vond. Geef hem ook een duimpje omhoog inderdaad. En vergeet je niet te subscriben op ons kanaal. En als je dan toch bezig bent met subscriben, er zit ook een belletje naast. Die kun je ook indrukken en krijg je ook nog meldingen van ons. Te zien wanneer we weer een nieuwe video hebben. Maar sowieso kan je er eentje op elke woensdag en elke zondag verwachten. Dus dat is helemaal leuk. Dus we zien jullie heel snel weer in de volgende. Doei! Doei. Iets anders. Kan natuurlijk de focus nu...